Je ziet dat heel veel websites de koersdoelen van aandelen tonen. En dit zijn dan de koersdoelen die analisten hebben opgesteld. En wat hun verwachtingen zijn voor de koers van een aandeel voor de komende 12 maanden. Dit zien we natuurlijk bijvoorbeeld bij Yahoo! Finance. Vaak in de rechterkolom kun je daar een beeld krijgen. Maar denk ook aan een website zoals TipRanks die het dan weer op een andere manier toont. Kun je dan zomaar vertrouwen op de koersdoelen van deze analisten als je een aandeel wilt gaan kopen? Het antwoord erop, het korte antwoord is nee, dat kun je niet. Maar dat wil niet zeggen dat de data van deze analisten dat die niet interessant is om mee te nemen in je eigen analyse van een aandeel. Hoe je het wel kunt gebruiken, dat wil ik laten zien in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd in de toekomst. En als je mijn video's al langer kijkt, dan zie je dat ik regelmatig als ik aandelen bespreek, ook vaak de koersdoelen van analisten erbij pak, omdat ik het altijd interessant vind in ieder geval om te kijken van wat denken analisten van een aandeel en in ieder geval dat het gemiddelde koersdoel of een bepaald specifiek koersdoel in ieder geval wel mee te nemen in mijn analyse van een aandeel. En zoals gezegd, verschillende websites tonen ook deze informatie of zijn er helemaal op ingericht. Zoals bijvoorbeeld tipranks. Kijken we hier naar het aandeel van Microsoft bijvoorbeeld. Laat ik heel vaak zien. Er zijn 25 analisten die nu een koersdoel voor het aandeel hebben. Alle 25 in dit geval hebben trouwens ook een koopadvies. En dan zien we dat het gemiddelde koersdoel uitkomt. Op net geen 370 dollar. Oftewel een upside van bijna 35% ten opzichte van de huidige koers. Wat je hier dan weer niet kunt zien, en dat is wel jammer. Is in ieder geval niet van iedere analist wie het is en wat zijn advies is. Dat zie je wel ja, van een paar, maar niet van de meest recente. Dat is dan wel weer jammer. Kijken we naar Yahoo Finance, zoals ik zei, ook een website die dat toont. Ook uh, hier zien we bijvoorbeeld Microsoft. En dan vaak in de rechtertabel, rechtsonder. ...zien we dan hier bijvoorbeeld de trends... ...van wat analisten over het algemeen denken per maand... ...of het koopwaardig is of juist niet. Hier iets verder naar onderen zien we de koersdoelen. Uh, we zien dat de koers op dit moment 274 dollar is. Dat het gemiddelde koersdoel uitkomt... Op, ...zoals ook eigenlijk bij die andere trends... ...ongeveer 370 dollar. Kan nooit afwijken afhankelijk van welke analisten wel worden meegenomen... ...hoeveel analisten worden meegenomen in het overzicht, in de berekening... En hier zien we in ieder geval ook dat het laagste bijvoorbeeld iets boven de 300 zit en het hoogste koersdoel op 411. Maar we zien hier dan juist weer niet uh, wie deze analisten zijn, um, ja, zodat we niet weten per analist wat hun ja, koersdoel is. Wat we dan wel weer bij uh, Yahoo Finance hebben is als we naar boven gaan, het tabblad an analysis in dit geval. Daar zien we veel meer informatie over de, um, de omzet. De omzet is trouwens hier, de winst per aandeel, wat ze verwachten voor dit jaar, wat voor volgend jaar. En hier kun je best wel veel informatie uit halen, zeker ook wanneer je een waardering gaat maken. Bijvoorbeeld wat de verwachtingen van de omzet zijn, de omzetgroei per jaar voor de komende vijf jaar. Nou, dat is in dit geval 16%. Zo zie je dat eigenlijk elke website wel iets heeft. Um, en deze heeft een paar pluspunten, de andere had misschien een paar pluspunten. Maar nooit, geen één website heeft eigenlijk alles compleet. En kijkend tenslotte naar de website van IEX.nl, dan zie je hier ook dat uh, zij met hun eigen analisten ook koersdoelen hebben. De laatste analyse van, niveau van dit aandeel van Microsoft is van 26 januari. Toen zei hun koersdoel van 340, toen was de koers ook nog 300 en dat was een upside van 13%. Het voordeel van IEX is dan bijvoorbeeld weer wel dat je helemaal kunt lezen hoe ze eigenlijk tot deze conclusie komen, um, ja, welke berekeningen ze aanhouden om tot een bepaald koersdoel te komen, maar dat heb je dus juist weer wel op deze website. Maar dat is dan maar voor één analist, en dat had je eigenlijk ook graag gewild op misschien die andere website voor alle analisten. En daarom zeg ik dus van vertrouw niet alleen op de koersdoelen, juist vanwege deze reden. Je wilt namelijk eigenlijk een combinatie van alles hebben. Je wilt en veel analistendata hebben en ook per analist precies weten. Hoe ze tot een bepaald koersdoel komen. Je wilt namelijk weten welk model zij gebruiken, welke berekening zij gebruiken, welke multiple ze gebruiken. Om tot een bepaalde waardering te komen. Want alleen als je eigenlijk dat weet, kun je ook zeggen: van ja, ik ben het daarmee eens. En dus vind ik het een goed koersdoel. Maar zoals gezegd, dat wil dus niet zeggen dat de data die vanuit analisten komt, die beschikbaar is over analisten. Dat dat niet interessant is. Juist omdat ik denk dat het juist wel interessant is, heb ik het ook toegevoegd aan de website van Belegger Tools. Dus laten we even gaan kijken naar de website. Kijk hoe het eruit ziet, en dan kan ik meteen uitleggen hoe ik denk dat je het wel kunt gaan gebruiken. Nou, de website, zoals bekend, is, denk ik wel, beleggertools.nl. Je kunt gratis een account aanmaken. Wil je onbeperkt gebruik maken, dan moet je een betaald abonnement nemen. Als we gaan kijken naar het dashboard, dan naar de aandelen. Heb ik trouwens ook een kleine wijziging toegepast in het nieuws? Nu zijn drie nieuwsberichten uitvergroot en de rest is in, een, ja, in een, dit soort overzichten gekomen, kan ik meer nieuwsberichten laten tonen. Uh, laten we ook hier het aandeel Microsoft bekijken. Gaan we naar het aandeel, ook hier dus nieuws aangepast, maar we zien hier ook dat er een nieuw tabblad bij is gekomen, het tabblad genaamd analisten, nou als we dat gaan bekijken kan ooit wat langer duren om alle data op te halen, ga ik in ieder geval in de toekomst verbeteren. Um, Duurt nu misschien een paar seconden als je even pech hebt. Maar in ieder geval, dan krijg je het volgende overzicht voor het aandeel van Microsoft in dit geval. Je zien we eigenlijk al vrij direct bovenaan de koers. Zoals we ook net al zagen: 274 dollar. Met de laagste koersdoel: 290. Wat nog steeds in het groen staat. Oftewel, het is positief. Het is hoger dan de huidige koers. En dat is bijna 6% hoger. Het gemiddelde koersdoel bij de analistendata die ik tot mijn beschikking heb met de, via deze website, dus. Uh, komt uit op 362 dollar, laten we het even zeggen, afgerond. Dat betekent een upside van 32% ten opzichte van de huidige koers. En kijken we naar het hoogste koersdoel. Dat is bijna 50% hoger dan de huidige koers. En dat is 411 dollar. Dat is ook de data. Dezelfde analist die we ook bij Yahoo Finance zagen, bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat je niet hierop moet gaan vertrouwen. Je moet niet zeggen, oh, het gemiddelde komt uit op 362 dollar. Dus ik ga het kopen, want dat is. 32% hoger dan de huidige koers. Ik denk dat het vooral interessant is om hiernaar te kijken... en in ieder geval te denken van... oké, okay, de meeste analisten zijn wel positief over het aandeel. Dat geeft in ieder geval ja, een positieve blik... om in ieder geval mee te nemen, een bepaalde indruk te krijgen... Um, ...van het aandeel als je je analyse gaat doen. Wat vaak ook heel interessant is, waarom zou nou bijvoorbeeld één analist heel hoog inschatten... ...boven de 411 dollar, 411 dollar om precies te zijn zelfs... ...terwijl er juist een andere analist onder de 300 dollar zit. Dat terwijl eigenlijk alle analisten het op de korte termijn gaan bekijken... ...eigenlijk een analyse maken, een koersdoel geven voor de komende 12 maanden. Het kan zijn dat deze net iets ouder is dan die of juist andersom juist omdat er kwartaalcijfers komen, nou geloof ik dat het voor Microsoft in ieder geval zo is dat de kwartaalcijfers morgen of in ieder geval vanavond komen. Dus dat zal hier nog niet het geval zijn. Maar ga altijd na van waarom zou dat verschil al zijn? Of misschien juist wel denk bijvoorbeeld aan Tesla. Daar zie je wel dat telkens de koersdoelen omhoog worden bijgeschreven of bijgesteld eigenlijk. Maar je hebt Gordon Johnson nog steeds die heel negatief is over Tesla. Ik geloof dat zijn koersdoel op 90 staat. Nou kennen we inmiddels Gordon Johnson wel. Het lijkt erop dat hij betaald wordt om juist anti-Tesla te zijn. Maar vaak wil je toch weten van, als je hem nou niet kent, wie is hij dan? Waarom denkt hij zo? Wat vertelt hij in de media? Dan heb je in ieder geval een reden om juist naar iemand met een laag koersdoel te, te luisteren. En kijken van wat zegt hij? Want als je misschien wel een bepaald beeld hebt bij in dit geval het bedrijf Microsoft... Dan word je misschien wel um, ja, ga je alles heel rooskleurig zien. Alleen de positieve dingen zien. En dan denk ik dat het juist heel interessant is om juist ook het negatieve te zien. En dus te gaan kijken naar wie geeft het laagste koersdoel. En waarom denkt hij zo? Kunnen we daar iets over vinden? Nou, kijken we dan naar data die we wel meer kunnen gaan gebruiken. En waar we niet per se ja, um, moeten kijken: van daar ga ik niet vertrouwen. Dat is bijvoorbeeld de omzetverwachting. Hier in de grijze lijn in deze grafiek. Dat is de echte gerapporteerde omzet van de afgelopen jaren. Dus we zagen in dit geval, uh, in dit geval bij Microsoft: in 2017 was het bijna 90 miljard. Afgelopen jaar 100, bijna 170 miljard. En dan zien we hier in het, uh, de laatste twee, in dit geval, kolommen: heeft een lichtgrijze achtergrond als je goed kijkt. Dan zien we daar in één keer drie gekleurde lijnen komen. De groene lijn is wat analisten denken. En dat is dan het meest positieve. Het hoogste, de hoogste verwachting. Dan zien we dat die bijvoorbeeld voor dit jaar op 228-229 miljard zit. Nou, de oranje lijn is het gemiddelde van alle analisten die we hebben. En de rode lijn is de laagste uh, verwachting van een analist. Nou, die komt uit op 150. Dus dat is een behoorlijk stuk lager dan de hoogste, maar ook lager dan het laatst gerapporteerde. Dus op deze manier krijg je een beetje een beeld van... wat zijn analisten, hoe denken zij erover, hoe zien zij de omzet. En de omzet kun je natuurlijk wel gebruiken in je eigen analyse. Een omzet is ook veel betrouwbaarder om mee te nemen in je eigen analyse... omdat je bij een omzet, dat is gewoon één getal, dat staat vast... terwijl juist een koersdoel, daar heb je zoals gezegd te maken met... Misschien wel een uh, margin of safety of een multiple. En je weet niet welke multiple zij toepassen, welk model zij gebruiken om tot het koersdoel te komen. Aangezien je dat model dus niet weet, kun je niet zo vertrouwen op het koersdoel. Maar zoals gezegd, een omzet, dat is gewoon één getal. Als het een bepaalde verwachting is, dan kun je daarop vertrouwen. En zeker als je gaat kijken naar meerdere analisten. Dat zien we hier rechtsboven. Uh, voor het jaar 2022 zien we dat hier de data gebaseerd is op 19 analisten. En voor 2023 is op dit moment voor 12 analisten data bekend. En dat is dus weer een kolommetje verder. Zien we het hier dat die dan in het positieve, getal, of in het positieve geval 251 miljard als uh, inschatting hebben. Terwijl het gemiddelde zo op de 209, 210 miljard zit. Maar dat was dan de omzet. We kunnen ook naar beneden scrollen. Dan hebben we nog drie andere grafieken. Eigenlijk het beetje hetzelfde idee als bij de omzet. Maar dan bij de winst per aandeel. We zien dat die ja het Laatste jaar best wel goed was, 8,12 dollar. Dan zien we hier de verwachtingen. Kan ooit zijn dat die lager is dan ja, het afgelopen jaar, omdat ook echt daadwerkelijk de verwachtingen lager zijn. Het kan ook te hoog zo zijn dat net dit gerapporteerd wordt heel erg goed was, veel beter dan gedacht. En dat daarom in één keer analisten misschien dit nog bij moeten gaan stellen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de netto-winst. Uh, dit is eigenlijk natuurlijk de winst in totaal. Maar dan keer het aantal aandelen, hier is het per aandeel, hier is het in totaal. Je krijgt in ieder geval wel een beetje een idee van, dit is de verwachting voor de toekomst. We zien in ieder geval afgelopen jaar 61 miljard winst, de verwachting dit jaar gemiddeld zo bijna 65 miljard of het jaar erop 71 miljard. En het is denk ik ook heel belangrijk in de onderste grafiek, wat zijn de inschattingen geweest van analisten voor dit specifieke aandeel en hoe baseert zich dat eigenlijk ten opzichte van de daadwerkelijke gerapporteerde... Uh, Bedragen, in dit geval de winst per aandeel. Oftewel, de analistenhistorie heb ik het genoemd. En dan specifiek dus op de winst per aandeel. Nou, het grijs is wederom het gerapporteerde, het echte wat vaststaat. En in dit geval was het groene wat analisten gemiddeld dachten. Kan er misschien dus eigenlijk ook al als we naar gemiddeld gaan kijken, deze misschien beter oranje maken. Maar dan zien we in ieder geval dat eigenlijk sinds 2017 Microsoft in alle gevallen, zelfs hier al is het maar 1 cent toch betere cijfers gerapporteerd heeft dan wat analisten hebben gedacht. En dit is eigenlijk in de laatste, ik geloof, twintig kwartalen dat Microsoft altijd beter is geweest dan analisten. De verwachting van analisten, ook dat kun je weer meenemen in een bepaalde indruk die je krijgt van het bedrijf. Of misschien van analisten, zijn analisten altijd heel erg positief? Zitten ze er heel vaak naast? Hoeveel wijkt het af? Of zijn ze misschien. Is het eigenlijk zo dat eigenlijk altijd analisten verrast worden door de cijfers van Microsoft, dat Microsoft toch in ieder geval altijd weer beter presteert? Nou, dat zien we in ieder geval in dit geval wel gebeuren. En gaan we dan tenslotte nog een klein beetje naar beneden, dan komen we nog drie tabellen tegen. Ten eerste het koersdoel historie. Hier zien we eigenlijk voor de laatste maand, laatste kwartaal of het vorig jaar wat toen het koersdoel gemiddeld was. Nou, we zien voor Microsoft dat het vorig jaar 365 dollar was. Vorig kwartaal 373 dollar. En nu weer iets hoger. En ook het aantal analisten. wat uiteindelijk mee is genomen. Uh, in deze berekening. Dus vorig jaar waren we uiteindelijk wel veel analisten. Het gemiddelde nu, tot nu toe. Vorig, vorige maand was het van minder analisten. Wat we straks ook al wel zagen. is dat ooit uh, analisten. een advies hebben. Dat kan ooit zijn van. Um, is het buy? Is het sell? Is het aanhouden? Is het kopen? Is het verkopen? Geeft er vaak ook een beetje aan van hoe groot jouw positie mag zijn. Zeggen ze ooit in dit geval overweight, dan mag het wat groter zijn dan gemiddeld. Dus misschien bijvoorbeeld 5%. Het gemiddelde is 3% per positie. Zeggen ze een underweight, dat je misschien maar 1%. Dat je positie misschien ook wel een beetje moet verkleinen. Hier zien we in ieder geval wie wat zegt op welke datum. Dus we weten in ieder geval dat Citigroup eerst al een buy rating had en nu nog steeds een buy rating heeft dat die is bijgesteld of geüpdate is eigenlijk op 19.4. En we zien hier wel ook als het beter is geworden dat het dan in groen staat, is het slechter geworden dan zal het in rood staan, is het allebei de dingen grijs dan blijft dat advies ongewijzigd. En wat we hier dus uit kunnen opmaken in ieder geval wat ik mee zou nemen om een bepaalde indruk te krijgen van het bedrijf is dat je eigenlijk ziet dat bijna alle analisten niet Per se hun grade, hun um, analyse hierop veranderen, hun advies. Eigenlijk alles blijft hetzelfde met een paar die zelfs groen worden. Al is in dit geval juist omdat ze nu Microsoft wel meenemen. Voorheen was het nog niet. Nu is het groen, dus ja, nu doen ze het wel. Dus eigenlijk zijn analisten niet per se negatiever geworden over de grootte van jouw positie in jouw portefeuille. Voor wat betreft Microsoft in dit geval. En als we aan de rechterkant gaan kijken, tenslotte, daar zien we dan de specifieke koersdoelen. Uh, welke datum is het genoemd? Bijvoorbeeld, 22e, drie dagen geleden is het nu. Uh, toen kwam Wells Fargo, Michael Turin, deze analist, die kwam met een koersdoel van 400 dollar. Ik kan op dit moment nog niet zo zijn dat ik ook zie waarom hij dit vindt. Wat zijn reden is om tot dit koersdoel te komen. Maar in ieder geval weten we wel wie wat denkt. Nou is het misschien mogelijk om hiervoor te googelen. Al zul je ooit zien dat juist uh, de hele rapportage, het gedachtegoed hierachter. Wat deze Wells Fargo, hoe ze tot deze berekening, hoe ze tot dit koersdoel komen, dat dat wel beschikbaar is. Maar dat is dan vaak voor de echt grote klanten die hier misschien wel duizenden euro's, dollars voor betalen, om in te zien waarom zij dit denken. Nou, dat is voor ons vaak niet beschikbaar, maar ooit is het misschien wel beschikbaar als een bepaald nieuwsbericht. Waardoor je toch de indruk kunt krijgen van uh, wat zegt Michael Turin over dit bedrijf? Waarom komt hij tot dit koersdoel? En zo kun je in ieder geval ook tot... Ja, eigenlijk de, in dit geval tot eind vorig jaar, eind oktober vorig jaar, terugkijken wat alle koersdoelen zijn geweest en wie het heeft gedacht. Dan kun je vaak ook zien, uh, dat kunnen we misschien trouwens beter kijken in het geval van Netflix. Die hadden we natuurlijk vorige week al uitgevoerd, uh, uitvoerig behandeld, want toen was het in één keer heel erg negatief. Zullen we ook zien bij, als we gaan kijken naar de analisten, gaan we kijken, en dan duurt het heel eventjes. Nou, laagste koersdoel 185, dat zou misschien niet eens zo heel slecht zijn geweest. Gaan we kijken naar wat analisten denken, dan zien we dat uh, dit voorheen was. Ja, eigenlijk iedereen heeft bijna al geüpdate, denk ik wel. Ik weet niet precies welke datum het was. Maar je kunt in ieder geval in die situatie dan kijken van, oké, okay, wat zijn de vernieuwde adviezen geweest? En wat in de laatste paar dagen zijn er nieuwe adviezen? En wat is dan het gemiddelde koersdoel? Ziet dat er anders uit? laten we zeggen de laatste drie is een beetje rond de 300 dollar met een uitschieter naar 400 dollar terwijl misschien van tevoren was het wel veel hoger dat kun je in ieder geval ook wel meenemen uh, niet specifiek welke koersdoelen hebben analisten nu want je weet niet hoe ze dus berekenen maar je kunt wel een algemene indruk krijgen hoe analisten over het aandeel denken na bepaalde gebeurtenissen dus bijvoorbeeld en tot zover, dus het overzicht van de nieuwe tool op beleggertools. Ook deze tool van dit overzicht van analisten is niet de ultieme tool, de enige tool die je nodig zult hebben. Je zult vaak nog steeds gebruik gaan maken van misschien verschillende tools. Maar ik hoop in ieder geval dat dit wel weer mee bij gaat dragen. Dat je in ieder geval betere analyses kunt gaan doen, dat je een betere indruk krijgt van het aandeel van wat analisten ervan denken. En zeker ook de manier waarop het getoond wordt dat deze data duidelijker en makkelijker te begrijpen is en meer informatie over tools vind je in de beschrijving onder deze video ook dus om gratis een account aan te maken maar laat ook zeker weten onder deze video in de reacties wat jij denkt van misschien deze tool maar misschien ook wel een koersdoel in het algemeen ga jij uit van wat analisten denken vind jij misschien een koersdoel interessant of juist niet of wat denk je van de omzetten die zij rapporteren is dat wel iets wat jij gaat gebruiken of wilt gaan gebruiken in je analyses Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.